De samenleving moet beschermd worden tegen de schade van het internet. Dit zei VHP-parlementariër Krishna Mathura gisteren in Diana tijdens de behandeling van de wetswijziging Wetboek van Strafrecht. Mathura deed een voorstel ten aanzien van artikel 292 van deze wet, waar gesproken wordt over de bescherming van personen die betrokken zijn bij ongevallen of aanrijdingen en die op dat moment niet voor zichzelf kunnen opkomen. Mathura baseerde haar wijzigingsvoorstel op schokkende beelden die in strijd zijn met de openbare zeden. Degene die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst opzettelijk en wederrechtelijk schokkende dan wel met de openbare zeden in strijd zijn de afbeeldingen van personen die betrokken zijn bij ongevallen dan wel aanrijdingen, vervaardigd, verspreid of openbaar maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste 6 maanden en geldboete van de tweede categorie. De minister zei van het is schennis van de eerbaarheid, maar dit is wat ik bedoelde, minister, maar schennis van eerbaarheid, artikel 290 wat u noemde, gaat meer om wanneer iemand zichzelf ten toon stelt op de openbare weg. Hè? Op een manier dat in strijd is met de goede zeden, ik noem maar wat, zonder kleding of wat dan ook, of met een bepaald doel, dat is schennis van de eerbaarheid, maar dat wordt hier eigenlijk niet mee bedoeld. Hier gaat het echt om een hulpeloze, iemand die niet bij machten is voor zichzelf op te komen en waar dus de plicht is op die samenleving om respect te betonen en voor die persoon op te komen en die persoon te beschermen. NDP-parlementariër Ousman Wangsa-Bissari vroeg hoe het staat met foto's die gemanipuleerd worden met als doel schade toe te brengen aan iemands integriteit. DNA-voorzitter Jennifer Geerling-Simons bracht hier duidelijkheid in. Daar staat degene die door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst opzettelijk en wederrechtelijk ten aanzien van een persoon afbeeldingen van diens seksuele gedragingen, etc., vervaardigd, openlijk en zo zijn verspreid in bezit heeft. Vraag nu lid Wangsa-Bissari niet onterecht. Moeten we die zin niet zo formuleren dat het niet alleen betreft werkelijke seksuele gedragingen, maar ook gefingeerde? Dat wil zeggen dat met wat we tegenwoordig noemen fake en deepfakes, dat men het lichaam van een ander gebruikt en het gezicht van een ander en dan schijnbaar die persoon is die dan de naaktfoto of het seksuele gedrag vertoont, dat we even dit artikel onderzoeken erop of deze formulering ook dat dekt. En het zou het kunnen dekken, maar misschien moeten we dat dan in de memorie van toelichting duidelijk maken dat hiermee ook dat soort zaken worden bedoeld. Jennifer Geerling-Simons, voorzitter van DNA, gisteren bij de behandeling van de wetswijziging Wetboek van Strafrecht. De behandeling van deze wet is verdaagd naar dinsdag.